In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma De Hemel op Aarde. Nu gaan we een mooi begin maken met de liturgie zelf. We hebben afgelopen paar afleveringen hebben we het meer gehad over de avondwierookgebed, het ochtendwierookgebed. En nu gaan we dan eindelijk over naar de liturgie zelf. En in de liturgie zelf is het allermooiste is dat we dan echt alle symbolen terug kunnen zien in het leven van Christus. En ook alles wat de diaken en wat de priesters doen, dat heeft dan ook echt een symbool. En dat zullen we dan de komende afleveringen samen doornemen. Ten eerste beginnen wij met het dragen van de tonias. De priesters en de diakenen zullen dan de tonias dragen, de gewaden van de liturgie dragen. Tijdens het dragen van de gewaden bidden ze psalm 29. En na het dragen van de gewaden bidden ze psalm 92. En waarom die psalmen? We gaan even een stukje lezen uit die psalmen. Namelijk in psalm 29 staat: Ik zal u roemen, Heren, want u hebt mij opgetrokken en mijn vijanden niet over mij verblijd. En dan zien we terug, nadat de priesters en de diakenen hun tonie hebben gedragen, zie je dat er staat in psalm 92, de Heren regeert. Hij is met majesteit bekleed, de Heren is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. Die psalmen zijn eigenlijk precies een referentie van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Wij dragen de gewaden, maar die referentie komt al terug van de psalmen van David. Dat hij ons kleedt met heiligheid, kleedt met majesteit om voor zijn offer te mogen staan en het offer ook te mogen offeren. En dan hebben we ook misschien een vraag, waarom zijn die gewaden dan wit? Waarom dragen wij die witte kleur? Eigenlijk een heel simpel antwoord. Die witte kleur refereert naar de kleur van de engelen. Wij zijn eigenlijk een symbool voor de engelen. Of een referentie voor de engelen die staan rondom de troon van God. En die daar ook aanbidden. Wat doen wij in de kerk? Dat is precies hetzelfde wat wij doen. Wij staan rondom de kroon van God en aanbidden daar onze Heer. Tegelijkertijd, of net daarna, pakt de priester eigenlijk alle altaarbenodigdheden uit. En begint hij het altaar op te zetten. Ook dit komt weer terug uit de tijd van Jezus, waarin hij tegen zijn discipelen zei in Marcus 14, vers 15. En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar. Maak het daar voor ons gereed. Hij vraagt dus aan zijn discipelen, maak het gereed, zodat daarna het laatste avondmaal gegeten kon worden. En dat doet de priester dus ook. Hij pakt alle altaarbenodigdheden uit en zal daarna vervolgens het altaar opzetten. Dat doet de priester dus zelf, zoals Jezus zijn eigen discipelen ook daarmee een opdracht gaf.
Nadat het altaar opgezet is door de priester, gaat de priester zijn handen wassen en bidt hij enkele psalmen. En ook daar zien we een hele mooie referentie weer tussen de psalmen en wat er precies gaande is. Hij zegt in die psalmen, in psalm 50 zegt hij, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Want hierna volgt het offertorium waarin hij eigenlijk het brood gaat kiezen wat vervolgens het lichaam van God wordt. Dus hij wil dat zijn handen puur zijn, dat zijn handen witter zijn dan sneeuw, zo puur en zo rein mogelijk. Vandaar dat hij dus ook vooraf dit moment zijn handen wast. Komen we aan bij de keuze van het offer. En dat zien we eigenlijk altijd in de liturgie heel duidelijk als het volk. Het gebeurt namelijk buiten het altaar. En dan zien we eigenlijk dat er priester een keuze krijgt van meerdere broden en daar één brood uitkiest. Wat doet de priester? Die kiest het perfecte brood uit. Het meest ronde brood, de symbolen of de stempel die erin staat moet erg duidelijk zijn. En hij kiest dat omdat God foutloos is. God is zonderloos. God is perfect. Dus hij kiest een meest perfecte referentie voor God zelf, namelijk het perfecte brood. Perfecte brood moet goed zijn, het brood moet perfect zijn, maar ook het wijn moet goed zijn. En daardoor ruikt hij aan het wijn en laat hij ook de mededeakenen ruiken aan het wijn en dan moeten zij reageren goed en waardig. Het wijn moet niet moet puur zijn. Zoals dat het brood puur is, is het wijn ook puur en perfect. Hoe kiest dan de priester het brood uit? Hij kiest het inderdaad zoals we zeiden, het moet een perfect brood zijn, maar daarna doet hij dat met een bepaalde handeling met zijn handen. Hij kruist zijn handen namelijk en pakt vervolgens het brood en kiest daaruit de broden. En dat kruis van de handen, dat komt ook terug vanuit het Oude Testament. Zoals Jacob ook zijn zonen zegende, deed hij dat ook in een kruisvorm met zijn handen. En dit terwijl de priester ook zegt, mogen de Heer een smetteloos lam of offer kiezen. Hij doet dit niet uit zichzelf. De priester kiest dit niet zelf. Hij vraagt de hele tijd de kracht van God om dit heilige mysterie ook uit te voeren. Eenmaal het brood gekozen, dan dipt de priester eigenlijk met zijn duim een stukje wijn over zijn duim en vervolgens raakt hij alle broden aan met het wijn. En dan zegt hij ook enkele offers. Hij zegt namelijk ten eerste het offer van zegen, vervolgens het offer van Abraham, het offer van Isaac, het offer van Jacob en dan raakt hij het gekozen brood aan en zegt hij het offer van Melchizedek. Waarom al die offers? Dat zijn allemaal offers van het Oude Testament. Al die namen die we hoorden, dat zijn offers van het Oude Testament. En dat zijn eigenlijk de offers die waren gericht en een symbool naar het ultieme offer van Jezus Christus. Ze waren allemaal een referentie. Ze hadden toen nog niet het offer van brood en wijn. Zij gebruikten toen bloedoffers. En daarom die eerste vier offers van zegen van Abraham, van Isaac en van Jacob zijn de bloedoffers van het Oude Testament die eigenlijk als voorbereiding waren op de komst van Christus en toen als het offer gezien werden. Het laatste offer van Melchizedek, dat is wel het offer van brood en wijn en niet van bloed. Vandaar dat die refereert naar het gekozen brood. Dus de rest was allemaal de broden die niet uitgekozen zijn, de broden van het Oude Testament eigenlijk, maar het gekozen brood, dat is het offer van Melchizedek. Oké, dan heeft de priester op dit moment het perfecte brood uitgekozen en heeft hij er ook gecontroleerd dat het wijn puur is, dat het wijn ook rein is. Het perfecte brood en het perfecte wijn. En dan zien we ook nog iets anders. Een andere diaken die houdt namelijk het water vast. Wat zal dat water zijn? Eigenlijk een hele simpele, logische referentie naar de doop. Want we zien eigenlijk, misschien is dat niet helemaal duidelijk voor het volk achterin, maar de priester gaat dan naar binnen bij het altaar en neemt wat water en zet dat over het brood. En wat houdt dat in? Dat is eigenlijk de doop van Jezus Christus zelf. En als hij dat gedaan heeft tijdens die doop, dan wikkelt de priester het brood in de velum en dan gaat hij ook enkele gebeden namens het hele volk bidden. Alsof eigenlijk het offer nu al alle lasten van zijn hele volk draagt. Jezus Christus draagt al onze lasten en dat bidt de priester dan ook tijdens dat hij het brood heeft gewikkeld in de velum. Vervolgens is er een processie van het offer. De offer gaat rondom het hele altaar als symbool van dat het offer eigenlijk voor iedereen in de wereld is. En vervolgens staat de priester ook voor het altaar met zijn offer, met het brood eigenlijk boven zijn hoofd en met een kruis die schuin hangt boven het offer. Waarom dat schuine? Dat is eigenlijk precies hetzelfde als dat Christus
voorovergebogen was terwijl hij het kruis droeg. Het kruis was toen ook schuin. Het hing over zijn schouders. En dat is eigenlijk precies een referentie. We zijn eigenlijk het levensverhaal van Christus stap voor stap aan het volgen in de liturgie. En dan, omdat een liturgie ook natuurlijk een van de gebeden is, is het allereerste gebed ook het dankgebed. Nadat het offer gekozen is, beginnen we met het dankgebed. Heb ik al eerder herhaald in meerdere filmpjes, maar het dankgebed is het gebed waarmee we al onze gebeden in de kerk starten. Of het vrolijk is, of het droevig is, of het een liturgie is, al onze gebeden starten met het dankgebed. Tijdens dit dankgebed, of net na dit dankgebed, dan is er nog een kleine referentie met water en wijn die ook in het altaar afspeelt. Wat er dan gebeurt, is dat eigenlijk het water wordt gemixt met het wijn voordat de priester het wijn in de kelk zet. Waarom is dat? Ook tijdens het kruisiging van Jezus Christus kwam er water en bloed uit zijn lichaam. En die referentie zien we daar ook terug, dat het water en het wijn gemixt wordt, of eigenlijk samen in de kelk één worden, uiteindelijk om het bloed van Christus echt te refereren. Komen we aan bij de laatste stap van het offertorium. Ook een beetje de laatste stap voor de kruisiging van Christus. Want eigenlijk hebben we alle fasen al nu al een beetje meegemaakt. En dan komen we uit bij het graf. Wat bedoel ik met het graf? Want we zien geen graf natuurlijk. Maar we zien wel dat de priester een heel groot altaardoek, genaamd de proserpine, over het hele altaar heen zet. En dat staat symbool voor de steen die eigenlijk gerold werd voor het graf. En bij het graf hadden we niet alleen een steen, maar hadden we ook een Romeinse zegel. En die Romeinse zegel, die staat symbool voor het kleine velum wat de priester daarna boven op de proserpine zet. En hier hebben we dan al eigenlijk de eerste fase, eigenlijk het offertorium van begin tot eind, hebben we dan gehad. En dan zien we al die symbolen, al die levensfasen van Christus, zien we er al in terug. En dat is het mooie aan ons geloof, dat we zowel kunnen ervaren, ruiken, proeven, zien tijdens de liturgie waar het nou allemaal om draait. Het hele verhaal, het levensverhaal van Christus is zichtbaar nu al in de liturgie. En verder in de liturgie, in de komende afleveringen, gaan we het ook verder hebben over de liturgie van het woord. En ook daar zullen enorm veel symbolen zijn en referenties naar Christus. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. Ik zie jullie volgende keer weer terug. Glorie zij aan God, tot in eeuwigheid. Amen.